ziek. We zijn nu op geheime opnames. Ja, ja. We mogen dus helemaal niks zeggen. Nee, kom. Ah, maar ik sloop er ook rond, hè. Mijn huis uit. Jij ook, mijn huis uit. Zo. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Eigenlijk zou ik nu al in Italië moeten zitten samen met Gio, maar zoals jullie weten was mijn vlucht gecanceld. En we hebben geen nieuwe vlucht meer kunnen vinden. Heel misschien dat we nog gaan, dat we alleen zondag gaan, maar dan moeten we eigenlijk gaan rijden. En dan moeten we of vanavond gaan rijden of morgenochtend. Dus het is nog een beetje kijken of we dat willen gaan doen. Maar goed, ik ben net eventjes bij de oma van Ella geweest, want die moest even op de katten letten daar. Maar ik ga nu naar opnames voor iets heel leuks. Het is niet voor mezelf, het is opnames voor een videoclip, maar ik mag er nog niks over zeggen. Het heeft niks met mij te maken eigenlijk. Dus het is geen videoclip voor mij en niet van iemand die ik ken eigenlijk. Maar het is gewoon heel grappig, Niek is daar ook. En ik ga denk ik een paar dingetjes filmen. En als ik het mag gebruiken, dan ga ik het in de vlog doen. En als ik het niet mag gebruiken, komt het waarschijnlijk later in de vlog. Maar goed, het is in Amsterdam, dus ik ga er nu heen. Dus let's go. Niek, we zijn nu op geheime opnames. Ja, ja. We mogen dus helemaal niks zeggen, hè? Nee, kom, kom, kom. We gaan alles laten zien. Fuck it. Lug het gewoon, lug het gewoon. Hallo allemaal, ik ben Vincent en dit is mijn vlog. Vincent staat nu voor een bus. Ik mag niet zeggen welke kleur het is. Want dat heeft alles te maken met videoclipjes dat we aan het opnemen zijn. Maar ik mag wel iets anders laten zien. Kijk, dat ding is oranje. Mag je nu raden welke kleur de bus is? Rood. Echt? Ja. Ja, maar ik ben kleurblind. Oh ja. Zo, nou, dat was hem weer. Niek, ik moet zeggen, we hebben hard gewerkt. Wacht nou eens even, ik wil niet in die kutfilmpjes van je. Nee. Nee. Ik zal het zacht allemaal lekker wijzen, kom, ga even kijken. Oh? Ik heb van 3 van de 5 heb ik het nummer gekregen. Je liegt. Ik kan weer een weekje vooruit. Echt niet, je liegt. Ik lieg niet. Je liegt dat je barst. Nou, kom dan. Kom dan met je vlogcamera uit. Nee, want dan schaam je een beetje dat je een vlogger bent. Zou ik ook doen. Nou goed jongens, ik was dus eventjes heel kort bij die videoclipopnames. Maar het wordt heel grappig en ik mocht er nog niet te veel over vertellen. Dus het was allemaal nog een beetje. Je dacht van, huh? Wat zegt hij allemaal? Maar goed, het was gewoon even grappig om er te zijn. Maar goed, ik ga lekker nu weer naar huis en dan ga ik weer editen. En daarna ga ik richting Rotterdam, want ik ga naar Giovanni Latore. Wat moet dat? Oh. Er verkoopt niet aan de deur. Ja, dan Nee, grapje, dat zou ik nooit doen. Ik ben even mijn collega aan het bellen, hoor. Niet gelijk de politie bellen. Ja, ga aangifte doen. Doe even normaal, ja. Zeg. Met Willem. Hi. Oeh. Ja, ik loop even naar de gang. Jongens, jullie gaan het niet geloven, maar ik had zoveel trek en ik heb vandaag heel weinig gegeten. Dus ik heb Hit opgebeld en ik zeg, Hit, mag ik vandaag alsjeblieft even een keertje cheaten? Omdat ik vandaag ik heb alleen kifflee op, echt een pakje kifflee en zo'n hypro-eiwitten dingetje. En hij zei, jongen, neem het ervan, ga cheaten. Dus ik mag een loetje en patat eten! Yay! Dus... Ik hou mijn shirt al even aan weer. Wat was je aan het doen? Oh, je wilt... Woehoe! Woe! Oh jongens, ik heb hier zoveel zin in. Ella heeft vanavond een feestje. Ga je jongens fixen? Ga je andere jongens fixen? Ja, ja, maar ik sloop er ook rond, hè. Nou, Ella gaat dus vanavond andere jongens fixen op een feest. Maar wat ik ga doen, ik ga straks richting Rotterdam. Naar Gio Glagooi. En dan gaan we padellen. Want Jari had een padelrecord voor de verjaardag gekregen, maar had nog nooit padeld. Gepadeld. Dus dat gaan we even doen. Maar eerst gaan we naar Loetje. Ik ben echt blij. Ik ben echt heel blij. Hij denkt dat hij zo niet scherp is. Echt wel? Zo. Zo. Gargamel. Voor als er geen plek meer is. We moeten snel zijn. Ze mogen me dit niet ontnemen. Denk je dat ook dat je een groetje mag vandaag? Ja? Ik mag vandaag. Ja? Hij zei ik mag vandaag. Hij zei ik mag vandaag zondigen. Weet je dat ook mag drinken vandaag? Nee, nee, maar dat is mijn eigen principe. Ja, hij zei doe drinken nog maar even niet. Dus dat doe ik dan ook maar niet. Nou, ik weet wel wat ik ga nemen, jongens. Een stuk biefstuk en friet. Of patat. Het is maar net wat je zegt, friet of patat. Zeg jij friet of patat? Ik zeg patat. Ik zeg normaal ook patat, maar behalve bij de Mac. Dan zijn het frietjes. Ja, dan zijn het frietjes. Ja. Dat is het heel anders. Ja, ik zeg ook meestal patat.
Ik had hier zin in, jongens. Dat is niet normaal. We lopen nu weer lekker terug naar de auto, maar ik heb echt heerlijk gegeten. En ik heb er echt van genoten. Heren, zou ik als je het doen, geniet er dan van. Dus ik heb helemaal uitgepakt. Lekker stukje vlees, patatje erbij. Nee, eigenlijk. Ik had ook nog een toetje kunnen nemen. Ja, dat wel. Ik had ook nog een toetje. En wijn. Ja, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Geen alcohol nog steeds. En ik heb ook geen toetje genomen, dus in principe. Alleen de patat was cheaten en natuurlijk het vlees. Niet per se, maar wel de jus. Dat is natuurlijk heel vet. Ja, serieus? Ga je echt zo? Ga je nou? Aanstellertje. Ga je nou echt zo? Aanstellertje. Dit is toch veel te sexy, dit? Dori, die broek is echt lang, hè? Kijk. Ja, dat zei ik net ook al eigenlijk. Dat, ja. Nee, je ziet er goed uit, schat. Ik heb het gered, jongens. Nee, dat is niet waar. Echt wel. Ik ben er op tijd. Ik was gewoon op tijd. Wat is dit nieuw zo met de camera een beetje zo... Ja, ik ben tegenwoordig vlogger geworden ook. Leuk. Ja. Hoe werkt dat dan? Nee, ja, kijk, zeg maar... Wacht, kijk, je hebt hier een klapscherm zo. Oh. Zie je dat? Je kan je zeg maar... Zo. Ah, zo werkt dat. Cool. Dat hoe weet jij gelijk hoe je het vast moet houden? Ja, je doet het wel goed. Ik moet serieus zeggen dat je het goed doet. Ik denk dat ik... Het is talent, of niet? Ja, probeer het eens. Ik denk dat ik maar eens ga proberen inderdaad. Ja, ik kan je wel helpen met groot worden. Zo. Ja? Ja, ja. Goeie. Hoe gaan we met het kratje naar Sixpack? Ja, goed. Ja? Ik ga niks laten zien. Dat is lekker, hè? Hoi, doe je. Oh, daar gaan we. Zo jongens, het is nu 12:30 en het is tijd om lekker naar huis te gaan. Ik heb net Ella opgehaald van een feestje. En, heb je andere jongens gefixt? Ja. Ja, zie je? Loop maar weg. Loop maar weg voor je problemen. Oh, stouter. Zo jongens, het is nu bijna 2:00. Ik had hartstikke gezellig met Gio. We zijn gaan padellen. Ja, het was gezellig. Daarna hebben we even lekker FIFA gespeeld. En daarna ben ik Ella gaan ophalen van het feestje. Hoe was het? Dat is alles wat ze vroeg. Ja, leuk. Nou, mooi zo. Ja, ik vind het alles uitgelegd, maar... maar goed, het is tijd om lekker te gaan slapen, jongens. Tot morgen. Can't find my heart. Jongens. Het is tijd om Ella lekker naar huis te brengen. Lekker naar huis jij, op Zouten. Nou, doei. Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag. En wat ik net ook al zei, het is tijd voor Ella om lekker naar huis te gaan. Zo, oh, troep op mijn kamer weg gelijk. Oh, is mijn troep. Oh, dag. Vorige keer in de vlog toen ik in de auto zat met Niek en we bij de KFC waren, toen dacht ik per portie. Dus dan denk je, hey, een portie is een bakje, maar een portie is natuurlijk één zo'n kipstukje. Dus het is natuurlijk 95 calorieën per kipstukje en niet per zeg maar zo'n bakje. Ja, dat had ik eigenlijk ook moeten weten, jongens. Goed. Slaap lekker. Oh, het is momenteel 1:00 en... ik heb lekker een filmpje gekeken op de bank. Maar ik had daarvoor eventjes mijn ouders naar Amsterdam gebracht. Want die gingen naar ADE. Ze wilden eerst naar W Hotel, maar dat was het vol. En toen gingen ze naar de Hoxton. Dat was hartstikke leuk, zeiden ze. En ze blijven hier vanavond slapen in Rubens bed. Want Willem die is bij Danique. En Ruben is in Amerika draaien op een beurs. Echt super vet. En ik ga alvast lekker naar mijn bed. Maar mijn ouders wilden nog even de kwalificatie kijken. Maar ik ga lekker slapen en dan zie ik jullie morgen. Muis uit! Muis uit! Jij ook, muis uit! Nou, het is mooi geweest, kom op! Muis uit! Mijn huis uit! Jij bent niet thuis! Dag! Dag! Jij ook? Ja. Jij ook? Eruit? Komt een man als je mij eruit krijgt. Kleine. Ik tel tot 3. Kan jij dat? Nee, dat kan ik niet. Nee, jongens, mijn ouders die gaan er weer gezellig vandoor. Ik heb een havermoutpannenkoek voor mijn pa gemaakt. Want hij was benieuwd hoe dat was, maar de helft kreeg ik terug. Dus ik denk dat het... ja. Maar goed, mijn ouders gaan weer lekker naar huis. En ja, ik ga even lekker editen. Dag, lieve schatje. Ja. Fijne dag. Dankjewel voor het halen. Brengen. Doei. Wat zeg je? Hé, wat een rust. Niet normaal. Zo jongens, ik ben lekker alleen thuis. Wat ik zei, Willem die is in Utrecht bij Daniek. En Ruben is in Amerika. Die moet weer draaien op een beurs. En dat is dan zeg maar voor hetzelfde bedrijf voor waar hij toen moest draaien in Parijs. Dat wij ook meegingen. Maar ja, ik ben lekker alleen thuis. Dus ik ga nog eventjes lekker
tv kijken. En dan ga ik daarna eventjes de dag beginnen. Nou jongens, mijn ouders zijn de deur uit. En ik heb eventjes boodschappen gedaan. En het is weer erg gevarieerd. Kippendijfilet, paprika, magerkwark, kipfilet hier en courgette. Dit is ongeveer elke keer wat ik haal als ik boodschappen ga doen. Want verder mag ik niet heel veel. Dus ik ga even zo'n pak kipfilet gewoon in mijn mond proppen. Jongens, het is golden hour. Volgens mij. Moet je kijken wat een licht. Zo, potjantori zeg. Kijk eens even. Alles mooi verlicht. Ik zat op de bank Game of Thrones te kijken. En ik kijk opeens naar buiten en opeens zie ik... Hier, zo, kijk. Heel de arena, helemaal mooi verlicht zo. Mooi hoor, jongens. Kijk eens even, jongens. Het standaard maaltje weer. Kip, groente en rijst. Let's go. Het is buiten aan het stormen. Maar straks over een kwartiertje, dan komt de piek. En dan ga ik weer eventjes mijn andere lens erop doen. En dan ga ik even die slow-mo's weer maken, net als vorige keer. Het gaat beginnen. Het gaat echt beginnen. Hoor dit ook, je hoort... Die wind toch? En nu net niet. Zo! Holy shit! Gaat hij niet open? Jawel, maar wacht, moet ik even de deur dicht doen. Wacht. Oh. Ik doe even mijn raam. Holy shit. Nee, doe die deur eens dicht dan alleen. Zo, het is echt chaos. Zo! Zo, hé, het is hier helemaal nat over, joh. Mooi. Tegen die dingen komt het aan. Huh, het regent gewoon hier naar binnen. Ja. Hoe dan? Zo, het is echt lijp. Zieke wind ook. Hé, hey, wacht, het komt helemaal naar binnen, joh. Sokken zijn nat. Zo. Holy shit. Kijk die wind. Oh, daar fietst daar ook nog iemand. Zo. Oh. Kijk jongens, ik weet niet of je het zo je ziet, daar die windvlagen inderdaad zo. Die bomen zijn eigenlijk helemaal scheef. Ja, en die bomen zijn helemaal scheef. Zo, dit is wel lijp hoor dit. Zo, je zou inderdaad nu nog maar beneden fietsen. We kunnen even hardlopen. Ja, moeten we even een rondje doen. Holy shit. Nou goed, gelukkig zitten we binnen. Ja, ik zei net ook al tegen Wim, het is ook wel aan de ene kant een soort van lekker. Dat je zo boven in het appartement zit en dan buiten heb je dus echt slecht weer, wind en onweer. En dat hier gewoon lekker chill, hè? Lekker cozy. Het is wel sfeer, hè? Is het toch een sfeer? Lekker in je onderbroek door het huis lopen. Ja, dat is mooi, man. Is toch mooi? Ik voel me thuis. Ja. Nee, ja, dit is wel... Ik denk dat dit serieus misschien wel de heftigste storm is. Qua wind niet. Wind was echt heel erg. Ja, maar qua storm met alles. Qua regen en zo wel. Maar toen was er... We hebben natuurlijk een keer die windvlaag gehad. Ja, dat was echt heftig. Maar dit is ook wel echt lijp qua, zeg maar, regen en onweer en zo alles door elkaar. Mijn kussens niet meer, oh ja, die zijn ook helemaal nat nu. Ja, dat maakt niet heel veel uit. Ja. Het regent gewoon helemaal naar binnen hier, joh. Een hele goede morgen. Ik sta op het punt om weg te gaan, want ik ga naar Haarlem en ga sporten. Alleen, ik sta nu serieus zonder grap al zeven... Hé, hey, bananen. Ik sta al 7 minuten... Ah, kijk, daar is de lift. Laat maar. Jongens, ik heb maandag weer overleefd. Ik heb lekker gesport. En ik moet zeggen, deze keer was hij iets minder heftig. Maar dat komt omdat ik wat later was. Omdat er was een ongeluk gebeurd in Haarlem, dus ik moest omrijden. Dus ik was een half uur later. Maar kijk eens even jongens, ik heb geleerd van mijn fout van vorige keer. Want kijk, jullie zien het alweer, ik ben weer aan het trillen en dat komt gewoon omdat ik dan weinig eet. Dus ik eet lekker een pak kipfilet en dan ben ik weer helemaal op sterkte jongens. Jeetje zeg, we staan hier in de file en kijk eens, door wat? Moet je eens even kijken. Goedemiddag, hi hi. Hi, we komen er even langs, dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was de vlog. En ik wil jullie bedanken voor het kijken, dus vonden jullie het nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter, vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek jullie later.